normaal, ja, voor iedereen, we nemen dit op. Niet alle gesprekken, maar wel de inleiders, zodat hun informatie ook nog buiten deze sessie om gedeeld kan worden. Als je per se niet zelf in beeld wil zitten van die opname, zet dan even je camera uit. Maar waarschijnlijk sta je er niet in. Het aardige van de infradialoog is dat de sprekers hun eigen inleiding mogen schrijven. Dus Frank, jij hebt mij een tekst gestuurd en hier komt hij. Je bent al 35 jaar actief in staal in de bouw. En alweer 12,5 jaar als directeur van Bouwen met Staal. En jullie stimuleren staal door middel van kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Hè, om het op een goede manier toe te passen in de bouw. En je vindt staal een prachtig materiaal met hoge trek- en drukkrachten. Vele verschijningsvormen en daardoor ook architectonisch aantrekkelijk. En het aardige is, dat is dan waardig voor een man die van bouwen met staal is. Je bent niet voor het dogmatisch toepassen van staal. Maar juist dat het daar moet gebruikt worden waar je de goede eigenschappen zo goed mogelijk benut. En voor jou zijn er combinaties met bijvoorbeeld hout en beton ook logisch. Er worden op dit moment terecht volgens jou kritische kanttekeningen geplaatst bij de productie en verwerking van staal. En je ziet het als jouw taak, of misschien wel een gezamenlijke taak, om te zorgen dat staal een duurzaam en circulair product wordt, zodat het een belangrijke steunpilaar van onze samenleving kan blijven. Nou, 32 of 35 jaar ervaring in staal en nu heb je maar 4 minuten de tijd om ons te inspireren. Ga je gang. Nou ja, dankjewel Pepijn voor mijn eigen inleiding. Ja, ik denk dat staal een ontzettend belangrijk bouwmateriaal is. Het is natuurlijk ook in de andere materialen, als je natuurlijk naar hout en beton kijkt, dan zie je ook dat beton heeft wapening, hout, alle verbindingen, noem maar de spijker, die is ook van staal. Dus ja, staal heeft een aantal unieke eigenschappen. Ik zei het al, het is een van de weinige materialen die zowel trek als druk heel goed kan opnemen. We hebben ook een heel mooi, ja, dat is het, een diagram, een sigma-epsilon-diagram is voor de technici. Maar daar zit een heel mooi plateautje in dat het materiaal kan vloeien. En door dat vloeien kan het materiaal zijn krachten herverdelen. Dus het is een soort intelligent materiaal. En door dat vloeien komt het ook nog weer in een versterkingstraject, waardoor het nog van zichzelf nog een beetje sterker wordt. Dus ja, het is een heel mooi materiaal. Het is ook heel erg een stijf materiaal. Hè? Dus als je het vergelijkt met aluminium, het is 3 keer zo stijf als aluminium en 10 keer zo stijf als beton. Het is heel makkelijk te scheiden. Hè? Het is, als je er een magneet boven hangt, dan trekt het daar naartoe. Dus je ziet het ook al dat in het scheiden van afval, is dat eigenlijk het staal krijg je er altijd weer uit. Dus daarmee hebben wij al een recyclingspercentage wat 99% tot 100% is. En dat wordt allemaal weer hergebruikt. En je kunt van lager kwaliteit staal, kun je hogere kwaliteit stalen maken. Dat noemen wij dan upcyclen. IJzererts is eigenlijk in een oneindige hoeveelheid beschikbaar op aarde. Dus allerlei dingen raken op, maar IJzererts, dat gaat eigenlijk nooit opraken. Daarnaast kun je natuurlijk ontzettend mooi verbinden met het lassen. We kunnen alles aan elkaar lassen. En die lassen die zijn in ieder geval net zo sterk als het materiaal zelf. Dat geeft natuurlijk enorm veel mogelijkheden. En eigenlijk is staal een belachelijk goedkoop materiaal. Hè. De prijs, ja, het is nu met die oorlog en alles was het even helemaal belachelijk hoog. Maar nu zijn we weer tot een redelijk normaal niveau gekomen. En dan zie je dat over de jaren heen dat staal eigenlijk een hele stabiele prijs is. Van nou ja, nu zo rond de euro per kilo. Maar wat ik ook al zei, is ons imago is op dit moment natuurlijk bijster slecht. Hè. In IJmuiden staat natuurlijk de productie van staal enorm onder druk. En dat is denk ik ook wel terecht. En daar is denk ik te weinig aandacht aan besteed in de afgelopen jaren. Staal is ook wereldwijd verantwoordelijk voor zo'n 4% van de uitstoot. Nou, je ziet dat de staalindustrie dat heel serieus neemt. En er is ook heel veel druk vanuit de klant om het beter te maken. Hè. Zo, dat is misschien wel een beetje een voordeel van staal, is dat we ook heel veel druk hebben vanuit de auto-industrie bijvoorbeeld, of de verpakkingsindustrie, die zeggen allemaal van jongens, wij willen dit niet meer. Wij willen een fossielvrij, CO2-vrij staal in de toekomst. Wij zijn een aantal, 2 jaar geleden gestart met het bouwakkoord staal, in navolging van het betonakkoord. Dat is nu redelijk ver en zijn we het eigenlijk aan het uitrollen om het echt toe te gaan passen in de markt. We hebben daar een aantal pijlers. Het eerste pijler is natuurlijk gewoon, ook in de infrastructuur een hele belangrijke, is gewoon levensduurverlenging.
Hè, zodat je langer met een brug kan doen. Hè, dat heeft natuurlijk helemaal geen CO2-uitstoot. Dat gebeurt door middel van allerlei berekeningen die we maken. We weten natuurlijk steeds beter hoe het materiaal zich gedraagt. En daarnaast gaan we ook meten aan constructies. Dus constructies die er gewoon zijn. Daar kunnen we dus met magnetische velden kunnen we zien of er al scheurvorming optreedt. Dus dan kun je zodra er maar iets gebeurt, kun je heel alert reageren. We hebben net een norm ontwikkeld. Dat is nog niet voor de infrastructuur. We hebben vermoeiingsbelaste constructies daarin nog uitgesloten. Maar dat gaat denk ik toch in de toekomst ook veranderen. Waarin we het hergebruik van stalen elementen mogelijk maken. Dat is de NTA 8713. Dat is natuurlijk ook eigenlijk hoe hoger je recycling is en hoe hoger het hergebruik is, hoe minder CO2-uitstoot je hebt. Wij denken dat als je dat doet, dan heb je ongeveer 100 kilo CO2 per ton. Als je elementen hergebruikt, je moet weer handelingen verrichten, getransporteerd, schoonmaken, er zitten allerlei activiteiten in, dan denken wij 100 kilo CO2 per ton. Recycling had ik er net al over, er wordt heel veel gerecycled. Dat is eigenlijk nu toch iets laagwaardiger staal. En dat is dan vooral geschikt voor wapeningstaal en balkstaal. Dat komt nu een beetje op 800 kilo CO2 per ton. Er zijn nu ontwikkelingen en er zijn ook producten op de markt die dat dan, dat verhitten, doen ze niet meer met gewone stroom, maar met groene stroom. Dan kunnen ze een niveau halen van 300 kilo CO2 per ton. Dus er zijn nu gewoon producten op de markt. ArcelorMittal adverteert daar veel mee. X-Carb. Die hebben gewoon lage CO2 producten. Nou, voor de infrastructuur, ze hebben nu bijvoorbeeld damwanden met zo'n hele lage CO2 footprint. Ze hebben nu recent ook een plaat uitgebracht. Dus een dikke plaat. Dus de kwarto plaat die in de infrastructuur gebruikt wordt. Ook vanuit recycled staal met een lage footprint. Dan heb je nog het primaire staal, dus zoals we dat in IJmuiden maken. Dat is het staal waar we nog steeds op dit moment vooral met kolen gewerkt wordt om dat ijzererts te reduceren. Daar zit nu zo gemiddeld 2000 kilo CO2 per ton aan vast, aan gekoppeld. Dat is echt veel meer dan dat je dat bijvoorbeeld in dat gerecyclede staal hebt. Nou, daarvan zijn nu allerlei ontwikkelingen gaande, is dat men een ander proces wil. Dat noemen we het DRI-proces, Direct Reduced Iron. En dan ga je dus uiteindelijk met waterstof ga je die reductie van het staal doen. Nou, dat zijn natuurlijk mega ontwikkelingen. Er moet ontzettend veel geïnvesteerd worden. En je ziet eigenlijk dat alle grote staalfabrieken daar nu mee bezig zijn. En het mooie is om te zien is dat nu SSAB, dus dat is die Zweedse groep, die gaan dus in 2026 gaan die gewoon echt de eerste fabriek op grote schaal, nu doen ze dat op hele kleine schaal, maar op grote schaal gaan ze zo'n fabriek openen. Die gaat dan 2 miljoen ton staal per jaar groen produceren. In Nederland gaat dat nog niet lukken in 2026, maar de outlook is toch dat naar 2030 dat toch die eerste fabrieken geopend gaan worden. En dat geldt ook zowel voor ArcelorMittal, Dillinger, al die partijen die zijn allemaal mee bezig om dat voor elkaar te gaan krijgen. Nou, die investeringen die zijn natuurlijk giga. En daarvoor hebben we natuurlijk ook commitment vanuit de markt nodig. Dus dat is toch wel ook wel een punt waar we nu op zitten, is dat we echt commitment vanuit de markt nodig hebben. Door middel van regelgeving van jongens, we moeten uiteindelijk naar die lage CO2. Want we zien nu is dat die producten die we nu al aanbieden, zoals X-Carb of dat soort dingen, die worden eigenlijk nog heel weinig gebruikt in de markt. Dus daarin zullen we wat moeten doen. En we zien ook dat de bouw daar toch ook wel weer een beetje de ouderwetse traditionele industrie is. Waarbij auto, windmolenindustrie, verpakkingsindustrieën, die leggen nu al veel hardere eisen richting de staalfabrieken om te gaan verduurzamen. Dus mijn oproep is ook aan jullie, kom op opdrachtgevers en ga dit voorschrijven. Handje bij dus, met z'n allen. Nardo, wat kun jij hier nog aan toevoegen? Dan ga ik natuurlijk eerst weer eventjes naar de eigen introtekst voorlezen en daar nog aan toegevoegd. Ik begrijp dat op jouw andere locatie kan je gewoon het raam, de gordijnen open doen. Dan hadden we de Van Brienenoordbrug op de achtergrond gezien. Maar nu zit je in Krimpen. Je bent 32 jaar werkzaam in de staalwerktuigbouw bij Hollandia in Krimpen aan de IJssel. Je hebt daar een jaar geleden je rol als statutair directeur van Holland Infra overgedragen aan een collega. En nu ben je directeur speciale projecten bij in jouw woorden het mooiste en meest imposante bruggenproject van Nederland. En je vindt staal en staalbouw zo mooi omdat je er eigenlijk nooit vanaf komt. Zo komen er nu bruggen
op je pad waar je als Hollandia in het verleden ook al aan hebt bijgedragen. Maar ja, dat is natuurlijk circulariteit ten top. En dat in 32 jaar. Hergebruik, recycling, renovatie, het komt allemaal langs in 2023. En jouw 4 minuten gaan nu in. Ja, dankjewel Pepijn. Ja, en met de introductie van Frank is natuurlijk al een heleboel gezegd. En toch dacht ik toen dit op de agenda kwam van waarom gaan we het eigenlijk hebben over staal en de toekomst. Het is toch volstrekt logisch dat staal het materiaal van de toekomst is en dat ook blijft. Je zei het net al, ik zie gewoon projecten langskomen die wij in het verleden bouwden. Heel veel van die projecten waren natuurlijk voor mijn tijd, want staal heeft natuurlijk een geweldige levensduur. Soms zie je het al wat eerder terugkomen. En we gaan dat dan een stukje renoveren, soms upgraden we het en dan kan het weer jaren mee. Soms voeren we het ook af en dan smelten we het om. En zo gaat dat gewoon met staal. Dus vandaar dat ik dacht, jongens, waar hebben we het eigenlijk over? En toch is het nodig om het erover te hebben. Want er is wel veel energie voor nodig. En dan heb je met name, wil je tegenwoordig schone energie verbruiken. En dat is schaars. Vandaar dat er heel hard gewerkt wordt om die staalproductie, Frank zei het net al, duurzamer te maken. En minder CO2-uitstoot dus. En wat hebben we daarvoor nodig? Ook dat had Frank al aangegeven. Kaders, stimuleringsmaatregelen. Doordat wij op onze beurt ook weer een motivator worden voor die staalsector. Dan gaat de markt vanzelf zijn werk doen. Daar geloof ik in. En wij hebben wat MV-taken meegekregen de afgelopen jaren. Ik denk dat een andere vorm van MV moet gaan leiden tot deze duurzame uitkomst. De staalsector doet ook al een duit in het zakje. Er wordt heel veel geïnvesteerd. Bij Dillingen staan er hele grote programma's op de agenda. Ze zijn aan het wachten op wat subsidies, want het is wel nodig omdat het zoveel geld kost. Maar er worden ook andere manieren bedacht. En zo heb ik begrepen dat in de offshore windindustrie zijn ze nu bezig met contracten. Dat Dillingen gewoon zichzelf verplicht om na einde levensduur, dan heb je het over 25 tot 30 jaar, het geleverde staal weer terug te kopen. En dat is eigenlijk een hele mooie ontwikkeling. Want Frank zei het net al, als je staal gaat recyclen, weer opnieuw om gaat smelten, en je mixt te veel staalsoorten door elkaar, dan gaat de kwaliteit omlaag. Dan heb je weer heel veel energie nodig om die kwaliteit weer omhoog te krijgen. En als je weet wat je in je ovens hebt en je kan erop selecteren, dan heb je veel sneller die kwaliteit terug. En het is een enorme reductie in de CO2-uitstoot op dat moment. Dus dat is denk ik een hele goede ontwikkeling. En de vraag is, hoe gaan wij dat met onze opdrachtgever doen voor de bruggen en de sluizen die wij bouwen? Een laatste puntje, want ik hou het kort, wat ik ook even aan wil stippen. We moeten ook stoppen met het slepen van schroot naar allerlei delen van de wereld. Hier vandaan wordt het overal naartoe gebracht, wordt het omgesmolten en komt het weer terug. Werk lokaal. En dat geldt uiteraard ook voor gebouwde constructies, bruggen, sluizen, deuren. Het is natuurlijk onzin om dat duizenden kilometers verderop te maken, hierheen te halen. Het is waanzin om het elders te bouwen. En dan kost de uitstoot, die gaat gewoon echt verdubbelen. Dus de dat wat je uitstoot bij het transport, dat is net zoveel als wat je nodig hebt om die constructie te bouwen. Dus volgens mij moeten we daar ook mee stoppen. Er zijn ook hele mooie ontwikkelingen natuurlijk. Je haalde net al de Van Brienotbrug aan. Dat is een project waar de opdrachtgever gezegd heeft, we gaan een van die bruggen gewoon hergebruiken. Er moet nog steeds veel gebeuren. Maar het is natuurlijk fantastisch dat je zo'n groot iconisch werk in de toekomst gewoon terug gaat zien in gerenoveerde vorm. Dus kansen te over. Een duwtje vanuit de overheid zou heel erg helpen, zodat wij eigenlijk meer uitgedaagd worden nog om toch de kostprijsverhogende elementen, omdat dat gaf Frank volgens mij nog niet aan, dat gerecyclede staal en die opwaardering, dat kost wel wat extra geld. En nu worden wij nog steeds geprikkeld om de laagste prijzen in te zetten. En dus daar moeten we mechanismen voor verzinnen, dat wij gestimuleerd worden en dat onze staalproducenten gemotiveerd worden om vooral door te pakken. En daar kunnen we misschien even over hebben zo met elkaar. Aan de slag, hè. Uit de vorige gesprekken die we voerden, kreeg ik ook een beetje een beeld dat zeg maar de auto-industrie enorm voorloopt op de infra zelf. Dus dan krijgen we op een gegeven moment dat er circulair neutrale auto's over een ouderwetse vieze brug rijden. Dat zou toch jammer zijn, hè? Dat zou toch beter moeten kunnen. Misschien is dat wel voor ons de uitdaging. Dank jullie wel voor de inleiding.